Een maand geleden was er een verschrikkelijke aardbeving in het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië. En dat heeft echt heel veel mensen getroffen. Veel mensen hier in Nederland voeren acties nu om geld in te zamelen, om die mensen wat te helpen. En vandaag, hier op zondag, zijn we bij de Marokkaanse moskee in Kuik. Ja. En bij mij heb ik Mohammed Diwani, coördinator van de moskee. En eigenlijk dat wat je hebt net gezegd, die aardbeving geweest in Turkije en Syrië. Daardoor, we dachten even, we gaan even iets organiseren waar kunnen wij gewoon een beetje even geld verzamelen en ons, zeg maar, mensen die daar zijn aangetroffen even helpen. Ja, we bedachten aan een dag braderie soort markt, wat wij gewoon even Marokkaanse spullen hier verkopen en ook eten, Marokkaans traditioneel eten gaan verkopen. Jullie zien wat wij hiermee bezig. Dit is eigenlijk voor iedereen, niet alleen maar Marokkaans of Turks of Syriërs, voor iedereen, de buren, Nederlands, alle nationaliteiten, welkom voor dit open dag of voor dit braderie. Ja, alle inkomsten van dit dag gaat allemaal gewoon naar die aangetroffen mensen in Turkije en Syrië. Een prachtig initiatief, want ja, die mensen hebben natuurlijk heel hard nodig daar. Ja, zeker. Ja. Jullie doen dit hier vooral met lekker eten, zie ik al, ja, hè? Ja. En hier, hoe jij ziet, is gewoon de mis die hier wordt wel gegeten door, ja, Marokkaans of Turks, is gewoon barbecue of die shawarma. Of ze dachten, nou, dus, ja, mensen vinden dat lekker, ja. Dus doe iets. Nou ja, dat lust iedereen, ja, wel, hè? Daarom, ja. Ik dacht, iedereen lust dat, dus doe wat mensen lusten. Ja. En ik hoop dat gaat succesvol worden. Ja. Ja. Hebben jullie ook een streefbedrag vandaag? Of denk je van nou gewoon alles wat binnenkomt is prima en dat gaat daar naartoe? Ja, we hebben een beetje in de midden prijzen gedaan. Niet de normaal prijzen, standaard, en niet te laag. We hebben in de midden, zeg maar. Wat kost bijvoorbeeld 10 euro? We gaan voor 6 euro verkopen. Of wat kost 5 euro? We gaan voor 3 euro, 2 euro. Dus gewoon even dat meer mensen stimuleren om hier te komen, want ja, ze zijn voor goed. En dan dus, iets, ja, kopen, en zodat jullie, ja, zoveel mogelijk geld hebben om, ja, vervolgens, ja, naar Turkije of Syrië of waar gaat beide het naartoe? Beide. En ook zijn ook mensen die willen gewoon rondleiden bij de moskee, doen wij. We hebben ook al een paar mensen laten gewoon rond, dus gewoon ook een soort een soort open dag meteen. Juist, ja, ja, de mensen die willen gewoon meer vragen, meer weten. We zijn open om iedereen hier te verwelkomen en lekker eten, rondleiding, lekker gewoon even rondjes. Het is gewoon, ja. Ik neem aan, mensen die er vandaag niet zijn en die toch nog geld willen geven of zo, die kunnen hier natuurlijk nog altijd, ja, terecht. Ja, zeker. Dus ik krijg ook iets bij. Dus ja, dat kan ook. En we gaan in de toekomst ook meer doen, ook om ja, die traditioneel laten maken, bekend bij iedereen, ja, zeg maar. Ja, dus dankjewel. Oké, okay, dankjewel voor je dus, tijd. Ja, graag gedaan. Graag gedaan, welkom. Ja, deze moskee is gebouwd, ja, door leden van de moskee. Maar ook, ja, we hebben geld verzameld van andere moskeeën. Op vrijdag gebruiken we 1 keer per week op vrijdag. Wanneer de imam lezing gaat geven, dan iedereen kan hem gewoon makkelijk even zien, zeg maar. Hij gaat erop, dan, ja, dan geeft hij die lezing. Dat is voor, zeg maar, wordt gebruikt. En op vrijdag, dat is een beetje de belangrijkste dag. Ja, ja, de belangrijkste. Kijk, ja, we hebben vrijdag en Christiaan zaterdag bijvoorbeeld. En Joden zondag of andersom. Dus ja, elke geloof heeft één dag, ja, zeg maar. Bij ons, ja, ons op vrijdag, zeg, ja, maar. Okay. En op vrijdag, in de midden van de dag, rond 1 uur. Dan iedereen hier verzamelen en gaan luisteren naar de lezing. En daarna bidden. En ook een soort dat jij ziet niet vaak je, ja, vrienden of mensen. Hè. Op die vrijdag zie je ook die mensen, ja, groeten, hoe zit het met jou. Dus gewoon een ontmoeting. Ontmoeting, ja, voor wel gebed en de lezing. Maar ook ontmoeting samen met alle maatschappij, ja, mensen van, ja, leden van maatschappij. En in de rest van de week kunnen mensen dan wel hier gewoon naartoe om? Als, ja, 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 ja. Het is eigenlijk officieel, het kan wel 5 keer per dag. Ja, we hebben ook hier een soort lijst waar gewoon die gebedentijden. Oh ja. Ja, bijvoorbeeld vandaag is 5.
Bijvoorbeeld, ja, de eerste is 5:15. Hier, wanneer komt de zon omhoog, die gebeurt niks hier. Maar dan de tweede gebied is om die tijd. Dan is de derde net om de helft van de middag, zeg maar. Dan hebben wij eentje net als de zon weggaat. Dan is de vierde, dan hebben wij de laatste om 15:15. En het verschijft afhankelijk van de dagen zijn kort en lang.